Door nieuwe technologieën veranderen bedrijven radicaal. Dat vraagt om nieuwe inzichten en andere vormen van bestuur en toezicht. Waar liggen de belangrijkste uitdagingen de komende jaren voor jou? Het programma Technology for Boards hebben we ontwikkeld voor bestuurders en commissarissen. Bestuurders moeten strategische keuzes maken rondom de grote technologische trends van dit moment. Onder andere Internet of Things, Artificial Intelligence, Cybersecurity. Welke keuzes kunnen bestuurders daarin maken? Wat gaan de consequenties zijn van de keuzes die ze maken? En welke impact heeft deze keuze op hun eigen businessmodel? Ik merk dat in de Nederlandse bestuurskamers op dit moment vraag is naar verschillende technologieën. Wat kan je als organisatie mee? Wat zijn uiteindelijk de businessmodellen? Hoe gaan we daar uiteindelijk daar geld mee verdienen? En dan niet alleen SEC op een technologie, maar eigenlijk in een meer integrale vorm van verschillende technologieën bij elkaar. Ik heb besloten om het programma Technology for Board te volgen om inzicht te krijgen en me meer te verdiepen in de technologische gamechangers. De grootste uitdaging is voor ons vooral hoe transformeren we van een analoge naar een digitale organisatie. En dat binnen een governance structuur waarbij de transformatie beheersbaar blijft, maar tegelijkertijd wij ook gewoon innovatief en creatief kunnen acteren. Nijenrode Business Universiteit presenteert Technology for Boards. Een achtdaags programma voor bestuurders en commissarissen, waarbij we ingaan op de grote gamechangers van dit moment. Schrijf je nu in op nijenrode.nl/techforboards.